Overvecht telt ruim 40.000 inwoners en meer dan 100 dreven. En een hele hoop dreven hebben een bijzondere naam. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een opera of een verwijzing naar de mythologie. En begin jaren 60 hebben de ambtenaren bedacht dat men bijvoorbeeld een dreef zou noemen de Irisdreef. De Irisdreef verwijst naar de boodschapster der goden. De belangrijkste boodschapster van de Griekse goden aan de mensen voor belangrijke zakelijke berichten. Als u gaat kijken op de plattegrond zult u nu nergens meer een Irisdreef aantreffen. Terwijl het toch een schitterende vrouw is, Iris, en met een hele belangrijke taak. Dat komt omdat men ook tegelijkertijd vlakbij Park de Gagel een Ibisdreef had aangelegd. En die was ook al vernoemd, officieel gepland. Daar gingen ook al mensen wonen. En de Irisdreef en de Ibisdreef, dat zorgde voor verwarring. En daarom hebben de wethouders, burgemeester, College Utrecht, 4 oktober 1968 een officieel besluit genomen om de Irisdreef om te dopen in de Cupidodreef. De Cupidodreef verwijst naar een boodschapster van de liefde. Iedereen kent het beeld van twee verliefde mensen, een man en een vrouw, met een hartje ertussen, met een klein dik engeltje, met een pijltje ertussen, met een hartje van het mannetje naar het vrouwtje of andersom. Men vindt dus bij de gemeente Utrecht in de jaren 60 al de liefde, boodschappers van de liefde, belangrijker dan de boodschappers van zakelijke berichten. Dat doet toch weer wat ernstige vragen oproepen of de gemeente Utrecht in de jaren 60 wel vond dat de gemeente en haar volk wel serieus genomen moest worden. We staan hier op een heel klein kinderspeelplaatsje tussen de Wolga-dreef en de Donau-dreef bij de Cupido-dreef. En dit speelplaatsje is nogal mistroostig en kan heel wat liefde gebruiken. Dus wat dat betreft is Cupido-dreef goed gekozen. En we staan hier bij een heel klein straatje, de Achillesdreef. En dat is de boeg van het schip, zoals een van de bewoners tegen mij zei. De boeg van het schip, de voorkant van het schip, van waar je de mooie buitenkant kunt zien. En als je hier vanaf de Achillesdreef naar voren kijkt, dan zie je een mooi park, een treurwillig. En ook de route naar buiten, naar de A27. Breda Hilversum en ook de NRU, de Noordelijke Randweg Utrecht. Dus een klein pareltje dat niet bij iedereen bekend is. De Achillesdreef is ook nog een andere reden bijzonder, omdat het de oudst bewoonde plek van Overvecht is. Volgens het Utrechts archief en de krant, het Utrechts Nieuwsblad, wonen hier dus nu bijna 60 jaar nu mensen. Het zijn 6 huizen. De Achillesdreef in Overvecht is genoemd naar de Griekse held Achilles, de belangrijkste held van de Trojaanse oorlog. De Griekse held Achilles is door zijn moeder Thetis gedoopt in het heilige water van de onderwereld. Alleen dat babytje was natuurlijk helemaal ondergedompeld, behalve bij zijn hielen. Want die hielen die moest zijn moeder vasthouden. Dus iedereen dacht dat Achilles onoverwinnelijk was. Maar goed, hij werd door een giftige pijl gedood in zijn hiel. Zo heeft iedereen zijn zwakke plek. Ook u. U heeft dus andere mensen nodig om vooruit te komen. In je eentje kom je ver, met andere mensen kom je verder. Is dat nou niet een mooie gedachte in de tijden van corona? Een mooie gedachte voor 2021.